De ploeg van Styx heeft een zeer uitdagende eerste ronde gehad. Op een goed moment zaten ze nog buiten de playoffs plekken. Assistentcoach Roy Mohan vertelt ons waar dit aan gelegen heeft. Eerste ronde moet je nagaan. Waar de zaalvoetbal lag stil. Standaard. Na COVID heeft de bond weer gemeen zaalvoetbalcompetitie weer op te starten. En dan moet je nagaan, heel wat jongens waren buiten vorm. Oké, veldvoetbal was ons voor. Waarbij de jongens dan ook weer moesten deelnemen aan hun clubverplichtingen. Heel goed. Moet je nagaan, trainingslocatie was niet beschikbaar. Trainingstijden of gewenste tijden waren min en meer ook nog een beetje twijfelachtig. Maar desondanks konden we toch nog beschikken over de enkele mogelijkheden waarbij we dan niet nog teamtactisch als wedstrijdgericht konden trainen. En meer gericht ook naar wedstrijden toe, waar we ook, hadden we ook niet de voltallige groep, volledige groep nog, die zou moeten deelnemen. Dus vandaar ook dat we dan ook wel heel wat minpunten hebben kunnen krijgen tijdens de competitie, waaronder 2 verloren, 1 gelijkspel en de rest toch nog hebben kunnen omzetten in winst, eerste ronde. Maar het lijkt er nu op alsof Styx hun oude vorm weer helemaal te pakken heeft. Na de transferzone zijn er ook spelers aangetrokken. Men vraagt altijd over de Brazilianen. Dat verwacht men, dat is Styx. Die agressieve spel, collectief, spelcollectief en meer tactisch snel spel van Styx. Met de Brazilianen is Styx altijd een andere Styx natuurlijk. Maar desondanks niet te min dat we dan Surinaamse spelers onderhalen. Moet nagaan, Styx is niet anders gewend. Styx van Styx is niet anders gewend. Met de Brazilianen erbij, denk ik wel dat deze tweede ronde heel andere tweede ronde zal zijn. Aanstaande zondag live via TV kunt u de volgende wedstrijd van Styx volgen. Ze zullen het opnemen tegen de All-Stars. En wij hadden uiteraard ook een gesprek met de assistent-trainer van All-Stars. Niemand minder dan Siegfried Eersel. Hij vertelde ons over zijn ervaring van de eerste ronde wedstrijd tegen Styx. Heel positief, ik heb van ze gewonnen. Styx is... Zorg ervoor dat je gemotiveerd op het veld staat en je gaat dingen doen die je normaal op een training misschien niet zou uithalen. Die jongens waren erg gebrand om van Styx te winnen. Trouwens, ik heb het ze ook meegegeven. Als je het niet voor jezelf wil doen, doe het voor je coach. En dat is ook geschied. Dus aan motivatie zal het niet ontbreken aanstaande zondag. Die jongens zijn gebrand om van Styx te winnen. Ze hebben het ook aangegeven. Die resterende 3 wedstrijden willen ze in winst omzetten. Dus Styx mag oppassen zondag. Ondanks assistent-trainer Eersel heel veel respect heeft voor Styx, weet hij dat er nog steeds een mogelijkheid is om Styx te verslaan. Styx is eigenlijk recordkampioen. Ze zijn... Je kan ze vergelijken met een Barcelona en All-Stars toendertijd. Een kleine ploeg die zich enorm inzet om van de grote ploeg Styx te winnen. De laatste tijden hebben we vaker van ze gewonnen. Dus kan je zeggen dat we bijna gelijkmatig zijn nu. Alleen hebben wij nog geen kampioenschap. All-Star heeft ons het altijd moeilijk gemaakt. Ik mag het aangeven. Zowel de vorige play-off hebben ze ons ook uitgeschakeld. Eerste ronde hebben we ook weer een randje kantje van ze mogen verliezen. Kijk, tegen Styx, als je tegen Styx uitkomt, is elke club, maakt niet uit als je nou op de laatste plaats staat, wordt het gewoon een andere wedstrijd. Vorm van de dag maakt niet uit als de spelers dan niet in vorm zijn, of maakt niet uit, jouw tegenstander bepaalt jouw spel. En eerlijk gezegd, iedereen komt gemotiveerd tegen Styx uit. En dat van All-Star, het is altijd een battle geweest, vooral ook de coach die dat weet. Dus buiten het veld, op het veld, het blijft altijd een challenge. All-Stars, die staat er bekend om dat ze kunnen putten uit de jeugd. Een talentvolle ploeg. Die laatste nationale selectie, die bestond uit 10 man. Daarvan waren er 4 All-Star spelers. Dus die hoofdcoach, Brian Wewe, die heeft neus voor talent, toch? En hij bezit over enorm veel potentie. Om jongens te vormen.
en kennis over te dragen. Het enige wat jij als speler moet doen, is het meenemen en het uitvoeren. Dan komt het heel goed met je. Dan word je sowieso opgeroepen voor een nationale selectie. Het is geen geheim dat Styx in de tweede ronde een totaal andere ploeg is. En dat heeft onder andere veel te maken met het feit dat Styx nu speelt met drie Braziliaanse voetballers. Maar ook daarop heeft assistentcoach Eersel wel een antwoord. Het is een extra motivatie voor de jongens. Omdat ze ervan uitgaan van Nasra Nangunde en Tapsra Nandotiwa playbal. Toch? Dus we gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen. Maar je mag het Styx meegeven. Ze hebben een enorm potentieel waaruit ze kunnen putten. Andere ploegen hebben dat minder. Maar desondanks geeft dat ons als All-Stars een extra motivatie om ons beste beentje voor te zetten zondag. Die Brazilianen spelen gedisciplineerd. En dat is dan een beetje makkelijker voor ons als coaches om ze te analyseren. Toch? Onze Surinaamse jongens hebben wat dat betreft minder discipline. Maar van die Braziliaan mag je verwachten dat als de looplijn een bepaalde kant is, dat hij het ook gaat doen. Hij gaat niet iets anders proberen uit te voeren. En dat is misschien een beetje makkelijker voor ons om het aan te pakken. De doelstelling van Styx is duidelijk. Ze willen zoveel als mogelijk wedstrijden winnen, zodat ze zo hoog als mogelijk kunnen eindigen op de ranglijst. Hun volgende tegenstander aanstaande zondag is dus All-Star. In afstemming met de hoofdcoach, dan denk ik wel, kijk, we moeten rekening houden met onze tegenstander. Want we draait of keer, het moment dat je in de hoofdklasse staat, dat wil zeggen je weet te voetballen. Dus wij gaan ervan uit. There must be a winner. Dus we zetten alles op alles. Onze trainingsvoorbereiding is naar elke wedstrijd. Idem ook naar deze wedstrijd toe. Reden waarom? Omdat het dan ook een zit nog niet vast bepalen dat we al binnen de play-off zitten. Maar voor nu zitten we eigenlijk op een verdeelde vierde plek binnen de play-off-serie. Dus ik denk wel dat we daar hard ons best gaan moeten doen om dat zeker te zijn. Tenminste binnen de vier. Maar onze focus, main focus, is meestal de 1 of de 2. Maar tot de 4, daar horen we weer bij. Het moet net als de NBA-wedstrijd verlopen, waarbij we veel gaan scoren bij de ploegen, gewoon om het publiek te vermaken. Maar natuurlijk moet All-Stars met de 3 punten naar huis gaan. Anders is het een verloren avond. We gaan voor de overwinning. Wat het wordt, is een verrassing. Anders krijgen we niemand meer in de hal.